Een tatoeëerder is een kunstenaar die met een tatoeage naald en inkt inkttekeningen aanbrengt op de huid van zijn klanten. Het zijn vaak tekenaars en artiesten die hun werk toepassen op de kunst van het tatoeëren. Als tatoeëerder werk je meestal op zelfstandige basis en ontvang je klanten in een tattoo shop. De tatoeëerder spreekt met zijn klanten, tekent designs voor hen uit in samenspraak met de klant en tatoeëert die designs vervolgens op de huid van de klant. Dat doet de tatoeëerder met een machine die inkt injecteert via een trillende naald. Er bestaan tot nu toe geen fulltime opleidingen tot tatoeëerder, maar dat betekent niet dat iedereen capabel is de job uit te oefenen. Tatoeëren is namelijk een technische vaardigheid die, naast talent voor kunst en tekenen, ook jarenlange training vergt. Het is daarbij ook zeer moeilijk om de kans te krijgen om in de leer te gaan bij andere tatoeëerders. Een tatoeëerder kan het vak het beste aanleren van andere, meer ervaren tatoeëerders die zelf een shop bezitten. Om wanpraktijken tegen te gaan, bestaat er wel wetgeving voor tatoeëerders. Deze houdt, naast leeftijdsbeperkingen, ook in dat de tatoeëerder een GGD-vergunning, moet hebben om tatoeërs of piercings te mogen zetten bij anderen. Deze vergunning dient aangevraagd te worden en wordt verkregen als uit een inspectie van de GGD blijkt dat de tatoeëerder hygiënisch te werk gaat. De meeste tatoeëerders kunnen ook piercings zetten. Ook instructies geven voor de nazorg van de huid behoort tot de taken van de tatoeëerder. Het is ook zijn verantwoordelijkheid dat de tatoe goed geneest. Tattoos zijn permanente versieringen van het lichaam die niet zomaar ongedaan gemaakt kunnen worden. Binnen Nederland zijn er ongeveer 900 tattooshops. Het beroep tatoeëerder heeft een behoorlijke aantrekkingskracht op creatieve mensen. Het worden van een bekende tatoeëerder is over het algemeen niet makkelijk.